Hallo allemaal, 16 oktober intussen en we zitten met de eerste koude nachten van het seizoen. De voorbije nacht is de temperatuur op heel veel plekken flink gezakt en vanochtend vroeg zijn we toch met lokaal echt wel koele minima gestart. Een 2 tot een 4 graden zelfs op sommige plekken, dat is eigenlijk nog een stuk lager dan gisteren in de verwachting zat. Wat er ook veranderd is aan de verwachting ten opzichte van gisteren, is dat er vooral gisteren dan toch wel vrij lang en vrij veel kleine buitjes van over de Noordzee over een groot deel van de regio zijn binnengeslopen. Dat was niet voorzien en die buitjes die zijn eigenlijk ook wel veel langer doorgegaan dan eigenlijk voor mogelijk gehouden werd. Maar intussen is het wel overal droog geworden. Enkel aan de oostkust kan er misschien vandaag nog een enkel van die Noordzeebuitjes binnenlopen. Een licht buitje eventueel nog in die regio. Elders zou dat niet meer mogen gebeuren. En krijgen we een vrij aardige dag met brede opklaringen, flink wat zonneschijn. En de temperaturen, ja, die profiteren daar echt niet van. We zitten in koele lucht en dat zullen we voelen. Veel meer dan een 12 tot 13 graden zullen we vanmiddag niet neerzetten. Daarbij staat ook een geleidelijk aan aantrekkende wind. Aanvankelijk weet die nog niet goed welke richting te kiezen. Maar in de loop van de dag komt die uit het noordoosten tot het oosten opzetten. En wordt eerst zwak, later matig uit diezelfde richting. Vanavond en vannacht wordt het dan opnieuw koud. Het is helder tot licht bewolkt, net zoals overdag, met hoogstens wat sluierwolken. En ook vanavond en vannacht gaan die minima dan weer flink onderuit. Die zakken vrij snel. En tegen de ochtend is het dan zo'n 4 tot 6 graden geworden. Dat is iets hoger dan de voorbije nacht. En dat heeft te maken met het feit dat er wel wat wind blijft staan uit die noordoostelijke, oostelijke richting. Morgen, dat wordt ook een aardige dag. Er is veel zon, wat hoge sluierwolken. Maar ook morgen kunnen we niet profiteren van hoge temperaturen. We zitten in koele lucht en dat zullen we ook morgen voelen. Veel meer dan een 13 tot 14 graden zal het daarbij niet worden. Bovendien, die noordoostelijke, oostelijke wind spant wat aan en zorgt voor een kouder gevoel. Het zal als gevoelstemperatuur zeker niet beter zijn dan vandaag, ook al is er morgen veel zon. Woensdag dan krijgen we meer bewolking binnen. De wind draait dan wel naar een meer zuidelijke hoek en er wordt wat zachtere lucht aangevoerd. We halen toch al een 14, 15 graden opnieuw, maar de bewolking neemt toe en naar de avond toe gaat het regenen. Vooral dan in de nacht van woensdag op donderdag volgt er regen. En dan zullen we een omgekeerde beweging van de temperaturen zien. In plaats van te dalen in die nacht, gaan die geleidelijk aan oplopen. Want tegen donderdag komen we in erg zachte lucht terecht. Onstabiele lucht, dat wel. Het is zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen. Maar de temperaturen die schieten flink omhoog. Als we de pluim erbij nemen, dan zien we zelfs dat de temperatuur in die pluim richting 20 graden gaat. Maar zoals gezegd, het weerbeeld zal niet goed zijn. Al denk ik zelf eerder dat het eerder 17 tot 18 graden zal zijn. Net omwille van die perioden met regen en bewolking. Het is niet uitgesloten dat het toch wat opklaart en dan zitten we wel direct aan die 20 graden. Vervolgens vrijdag en zaterdag, ja, dan zie je in die pluim een eigenaardigheid. De temperatuur die gaat fors naar omlaag tegen zaterdag en dat heeft dan te maken met het feit dat we in een gevechtssituatie terechtkomen. Een gevecht tussen hele koude lucht ten noorden van ons, die boven Noord-Nederland zit, en hele zachte lucht ten zuiden van ons. Die grens die gaat ergens in de loop van het weekend, vooral zaterdag, in onze buurt komen te liggen. En de operationele run die houdt er nu rekening mee dat we zaterdag in de koele lucht zouden terechtkomen aan de koude kant van dat front. In dat geval zitten we met maxima die echt, ja, maar een graad of 10 gaan neerzetten. Komen we aan de warme kant terecht, ja, dan hebben we direct 14, 15 graden te pakken. Maar in beide gevallen gaat er waarschijnlijk vrij veel neerslag vallen. Omdat we dus op die grenszone zitten met die schermutselingen tussen die koele en die zachte lucht. En daar ligt een front met neerslag. Tegen zondag zou dat dan allemaal naar het noorden schuiven, waarbij we dan weer in de zachte lucht terechtkomen met temperaturen die richting 15 graden en meer oplopen. En dat zou dan ook het weerbeeld zijn voor begin volgende week. Zo, ik had het er gisteren al over, maar vandaag ga ik het er nog eens over hebben. Ik verwijs graag nog eens opnieuw naar mijn boek dat ik heb gemaakt een paar jaar geleden en waarvan intussen heel veel exemplaren de revue zijn gepasseerd. Zodanig veel zelfs dat we vorige week opnieuw een herdruk hebben gemaakt. Het is een boek over weerspreuken. Kun je in dat boek eigenlijk bijna dag per dag gaan kijken welke spreuken er van toepassing zijn. Maar niet enkel over weerspreuken, er staat ook heel wat in over algemene weersituaties en over de natuur in het algemeen. Het is zeker een aanrader als je het nog niet zou hebben. Je kunt het krijgen in de boekhandel en ook via bol.com is het boek te bestellen.
Zo, alvast bedankt voor het kijken. Je bent weer helemaal mee voor vandaag en de komende dagen. En graag tot morgen. Dag.